Welkom bij de presentatie van Hartje Eindhoven. Deze presentatie gaat over het bestemmingsplan en de procedure die hoort bij het bestemmingsplan. Mijn naam is Babette van der Pad en ik ben jurist omgevingsrecht bij de gemeente Eindhoven. Wat is een bestemmingsplan? Een bestemmingsplan is een juridisch planologisch kader. Dat wil zeggen dat het stedenbouwkundig plan vertaald wordt in een juridisch plan. In de presentatie van Adriaan Geuze over het stedenbouwkundig plan heeft hij uitgelegd hoe de gebouwen in Hartje Eindhoven moeten komen te staan aan de PSV-laan en dat bijvoorbeeld de bebouwing wat lager moet worden, steeds dichter bij de Jonglaan. Dit soort zaken worden geregeld in het bestemmingsplan om zeker te stellen dat het ook op deze manier uitgevoerd wordt. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. In de toelichting kun je lezen wat het plan inhoudt, of het plan uitvoerbaar is, hoe het zit met milieuaspecten. Dit soort van zaken kunt u lezen in de toelichting. Verder bestaat het bestemmingsplan uit regels en een verbeelding. En deze regels en verbeelding bepalen samen wat men nu precies mag op een bepaalde plek. De verbeelding en de regels komen zo meteen ook nog terug in deze presentatie met wat uitleg. Je vindt dan in het bestemmingsplan de toegelaten bestemming of functies of gebruik. En verder geeft het bestemmingsplan ook wat aan wat de bouwmogelijkheden zijn. En verder worden via het bestemmingsplan voorwaarden verbonden aan het bouwen van de nieuwe gebouwen. Een voorbeeld daarvan zijn de parkeereisen die wij stellen als gemeente aan een bouwplan. Op deze dia ziet u de verbeelding, oftewel de plankaart. U ziet dan een oranje kleur en een groene kleur, dat zijn de bestemmingen. De oranje bestemming is de gemengde bestemming, daarin komen de grote gebouwen. En de groene bestemming is het parkje aan de Jonglaan, waarin een hele mooie monumentale boom staat, waarvan ook geregeld is in het bestemmingsplan dat deze behouden moet blijven. Verder staan dan in het oranje vlak een aantal symbooltjes. U ziet dan helemaal bovenin langs het spoor een symbooltje 15 meter staan. Dat betekent dat de bouwhoogte van het gebouw op deze plek maximaal 15 meter hoog mag worden. Als u dan een stukje afzakt in het gebouw, dan ziet u daar 30 meter staan. Dat betekent dat het gebouw op deze plek 30 meter hoog mag worden. Het hoogste mag het gebouw worden, grenzend aan het gebouw van Eurobuilding. Daar mag een hoogte van 40 meter gerealiseerd worden. Aan de achterkant, aan de Gerard Philipslaan, is de maximale hoogte weer wat lager, namelijk 10 meter en 20 meter. Verder vind je nog een arcering op de plankaart. En die is opgenomen omdat de gebouwen langs het spoor liggen. En langs het spoor geldt een veiligheidsrisico. En dat betekent dat de gebouwen moeten voldoen aan extra eisen in verband met externe veiligheid. Er staat verder nog een dikke lijn op de plankaart in die gemengde bestemming. En dat is een bouwvlak. Die loopt wat getrapt. Dus dan zie je dat de gebouwen getrapt gerealiseerd worden en niet helemaal evenwijdig aan de PSV-laan. Tot slot zijn er nog twee bouwaanduidingen. Die hebben onder andere te maken met het vrijhouden van ruimte om onder de gebouwen door te kunnen. Dan heb ik in deze dia een stukje van de regels gezet. Dit is het gedeelte van de regels waarin het gebruik is geregeld. En dan ziet u dat de bestemming gemengd bestaat uit meerdere functies. Een woonfunctie met aan huis verbonden beroepen, kantoren, maatschappelijke voorziening, detailhandel en cultuur en ontspanning. En dan daaronder staan de voorwaarden die weer samenhangen met deze bestemming. Het aantal woningen mag niet meer zijn dan 264. En er is straks ook niet zomaar woningsplitsing toegelaten.
En verder zijn de functies zoals kantoren, maatschappelijke voorzieningen wel toegelaten, maar die mogen alleen maar op de begane grond en het mag ook nooit meer worden dan 499 vierkante meter. En op deze plek mag wel wat detailhandel komen, maar geen grootschalige detailhandel, bijvoorbeeld perifere detailhandel of een supermarkt. En dat is ook geregeld in de gebruiksregels van dit bestemmingsplan. Verder heb ik hier als voorbeeld de bouwregels gegeven. Die kun je echt lezen in relatie met de verbeelding die op de eerdere dia stond. En hier zie je dan dat de gebouwen alleen mogen gebouwd worden in het bouwvlak. En dat de maximumhoogte uit de verbeelding, dus die 15 meter en die 30 meter, dat dat ook echt de maximale hoogte is die hier gerealiseerd mag worden. Verder is er nog in sub G een regel opgenomen waarin staat dat ook gekeken moet worden bij bouwen hoger dan 30 meter naar de windhinder. Dus er komt bij het bestemmingsplan en bij de bouwaanvraag een onderzoek naar windhinder om te kijken of dit aspect goed blijft gaan. Er is een wettelijke procedure voor het bestemmingsplan. We zitten nu nog in de fase van samenspraak en vooroverleg. Dat betekent ook dat u uw mening kunt geven over het plan, over het bestemmingsplan of over het bouwplan. Daar vindt u op deze website meer informatie over. En met vooroverleg bedoelen wij dat wij ook dit bestemmingsplan sturen naar de provincie en naar het waterschap en naar Trefpunt Groen. Dat noemen wij onze formele partners, waarmee we ook altijd vooraf de plannen bespreken. Als deze fase afgerond is, dan komt er een ontwerpbestemmingsplan. En het ontwerpbestemmingsplan wordt 6 weken te inzage gelegd. En in deze periode kunnen zienswijzen ingediend worden. Als u tegen het plan bent, is het belangrijk dat u ook zienswijzen indient, want anders mag u niet in beroep bij de Raad van State. Verder is het zo dat alle zienswijzen die worden ingediend, worden naar de gemeenteraad gestuurd. En de gemeenteraad neemt een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan. En die kijkt daarbij ook naar alle zienswijzen. Nadat de gemeenteraad haar besluit heeft genomen, is er nog beroep mogelijk bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat was in een notendop het bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure. Ik dank u voor uw aandacht.